Voilà, nu ben ik echt helemaal klaar. Ik heb het laatste laagje gedaan. Mijn look is klaar. En wat nu volgt is hoe ik jou ga uitleggen hoe je de perfecte glowing skin krijgt. En als je dan zo in de zon een beetje gaat staan, dan zie je er super glowy uit. En dat willen we allemaal toch? Dus goed opletten en kijken naar dit filmpje. Nu, voor een perfecte glowing skin heb je ook een perfecte voorbereiding nodig. Ik heb mijn huid nu voorbereid met een serum. Dit is een serum van Lycami. Wij houden ook van natuurlijke skincare producten, dus dat is natuurlijk trek de lijn door. Hè. Dat is voor ons een heel logisch verhaal, maar dat is heel belangrijk. Dus, wat ga ik doen? Ik ga gewoon een druppeltje op mijn penseel doen en ik ga die aanbrengen op mijn huid. Nu, als je wil dat je huid er gezond uitziet, moet je er natuurlijk ook meer voor gaan doen dan enkel een laagje make-up. Maar we gaan vandaag toch wel de trucjes tonen. Ik ben hier mijn flesje net laten vallen. De trucjes tonen om er gezond uit te zien. Nu, als je dit aanbrengt, dat is heel aangenaam. Dat is heel fijn. Dat je voelt ook, dat trekt heel goed in de huid in. Nu, wat ik dan ga doen, is over de serum een dagcreme aanbrengen, omdat een serum heel goed gaat voeden, maar een serum gaat niet beschermen. Ik ga ook hier een klein beetje nemen. En wat ga ik nu doen, en dit is al een heel belangrijke stap in de weg naar een glowing skin, is een klein beetje multi gaan aanbrengen. Jullie kennen de multi wel, dat is onze highlighter. Ik ga een klein beetje nemen. Ik zet die op mijn hand en dan ga ik met mijn flat kabuki hier een mooie mix van maken. Ja? Je kan het ook rechtstreeks op de huid gaan doen. En dan ga ik die aanbrengen op mijn huid. En dan ga je onmiddellijk merken dat ik een hele mooie gloed ga aanbrengen. Nu, hoeveel moet je exact nemen? Dat hangt van huid tot huid af en wat je eigenlijk wil als effect. Als je het fel wilt, neem je natuurlijk iets meer multi. Wil je het minder hard, dan ben je wat zuidiger met de multi. Nu, doordat je het gaat mengen in de dagcreme, gaat dat natuurlijk ook een beetje inwerken en intrekken in de huid. En gaat dat niet extreem zijn, maar dat gaat wel al een bepaalde gloed geven. En dat is wat we willen natuurlijk. Hè? Dus, goed aanbrengen. Je kunt het ook met die vingers gaan doen uiteraard. Hè? Maar ik heb zo het gevoel dat het dan toch beter uitgesmeerd is. En ook, ik raak zo in alle plekjes beter. Hè? Zo langs de zijkant van de neus, daar kan het ook nogal eens droog zijn. Voilà. Dat was dus stap 2. Wat je dan gaat doen is concealen. Dingen die je eigenlijk al gewoon bent om te doen. Ik ga nu weer met mijn liquid nummer 1 werken. Ik zeg nu weer omdat ik eigenlijk altijd met deze werk onder mijn ogen. Dat is voor mij het juiste product. En je kan die gaan aanbrengen met een kleine blender. Met een kleine blender of met een concealer brush. Mag je zelf gaan kiezen. Ik dep het er gewoon in. Als je wat handig wordt met de blender, dan is dat eigenlijk 1, 2, 3, klaar. Hier hetzelfde. Ik heb mijn blender ook wat bevochtigd, dus echt onder de kraan gehouden, uitgevrongen en dan pas mijn product erop gedaan. Werkt veel gemakkelijker dan als je een droge blender hebt, hè. Dat is al dat. Stel dat je nu vlekjes hebt, je hebt langs je neus wat roodheden, dan kun je in principe dit er ook gaan opdoen. Ik heb het soms op mijn kin zo'n klein beetje. Je kunt dat gebruiken als camouflagemiddeltje. Mag je zelf wat kiezen. Dan, heel belangrijke stap nu, is de poeder. Ik ga hem eens even nemen. De glow poeder. We hebben een glow poeder van 100% op de markt. Deze poeder kan je gebruiken om plaatselijk een gloed te gaan aanbrengen of op heel de huid. Ik ga het nu beide doen. De glow poeder is redelijk licht van kleur. Sorry, ik heb hier gewoon de foute er straks op het foute dekseltje gezet. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dit is de glow. Ik heb het andere dekseltje erop gezet. Die is licht van kleur. Dat is niet zo glanzend als een multi, als een highlighter, maar wel glanzend. Gloed, zo moet je het zien. Het is geen glitter, maar het is meer een gloed. Je neemt het opnieuw met de blender. Je duwt hem er heel goed in. Of op, dus maar hoe je het bekijkt. Hè. Dus op de plek waar je concealer hebt aangebracht. Ik ben hier echt bij aan het nemen elke keer.
en ik duw mijn product heel goed en redelijk dekkend op de huid. Nu natuurlijk heb ik nu nog geen foundation op. Dus een foundation is nu ook wel nodig als je zegt ik wil een bepaalde dekking en ik wil een gladde huid. Wat je dan kan doen is je gewoon je standaard foundation nemen zoals je die gewoon bent. Bij mij is dat nummertje 3. Dan moet ik kijken waar ik die weer gezet heb, want ik ben er weer een rommeltje van het maken hier. Voilà. De nummer 3 is mijn kleurtje. En dan ga ik gewoon aanbrengen op de rest van de huid. Nu gaat je dadelijk zien dat in vergelijking met anders, door die multi te doen onder je dagcreme en dan je loose foundation daarover te doen, dat je veel meer een gloed gaat hebben dan als je dat niet zou doen. Dus dat is eigenlijk wel heel mooi hoor. Ik heb ook altijd het gevoel dat ik dan veel minder loose foundation nodig heb als ik daaronder de multi in mijn dagcreme heb gestoken. Gewoon erover gaan tot je de dekking hebt die je wilt hebben. Hè? Beetje in de hals mee. Voilà. Als je voor een glow look wilt gaan, moet je dus ook voor een glow bronzer gaan. Ik ga nu de bronzer gebruiken. Onze Loose Mineral Blush Bronze. Heeft al een hele mooie gloed van zichzelf. Ik ga een beetje een deksel doen, dan kan je dus goed zien. Dus die heeft al wat gloed van zichzelf. En ik ga dat ook gewoon aanbrengen met mijn blushkwast. Dus ik neem product. En ik ga die als bronzer aanbrengen op mijn huid. En ik weet niet of je het goed ziet, maar je ziet, ik zie dus al alleszins dat een klein beetje een glans nog mooier naar voren brengen. Die bronskleur is eigenlijk ook wel goed voor bijna iedereen. Dat is een kleur die past zich redelijk goed aan de huid. Dus ik heb een medium huid, maar zelfs bij een lichte huid of een donkerdere huid is die goed, want die kan opbouwen. Ik ga dat combineren met een glanzende blush, de Corail. Zo krijg ik nog mooier mijn blush. Dus echt, ja, boven de bronzer. Dus eigenlijk doe ik bronzer hier en blush daar. Wilt je nu nog meer glans en zeg je, ik krijg hier echt niet genoeg van, dan kun je de multi, dus de allereerste poeder die we gebruikt hebben, als highlightertje gaan zetten, hoog op het jukbeen. En dan heb je echt een glowing skin. Maar dat kan je zelf kiezen. Dat is eigenlijk heel gemakkelijk, hè? Dus gewoon blenden, draaien met het penseel, kleine beetjes en dan alles mooi in elkaar werken. En dat maakt het eigenlijk wel makkelijk. Het probleem zit er vaak in dat mensen te veel product gebruiken of in strepen gaan werken. Dus de techniek is echt draaien en weinig product. Nu, wat je ook kan doen, en dat is misschien een leuke tip, de Corail die ik als blush heb gebruikt, ga ik nu ook gebruiken als oogschaduw, want we moeten ons soms niet moeilijker maken dan het is. En dan kan je dus één product voor meerdere dingen gebruiken. Nu, wat ik dan wel aanraad, is eerst een oogprimer te zetten, omdat die dan beter fixeert en je hebt dan veel meer die glans op de huid. En dat is toch wel natuurlijk waar we het voor doen, hè, als we voor een glowing skin gaan. Dus je doet een klein beetje oogprimer. Blend die maar gewoon uit met je vingers. En ofwel zet je nu eerst een beige neutrale oogschaduw erop. Vind ik vaak wel beter. Ik zal hem misschien nu ook wel eventjes gaan doen. Als ik hier nog een plekje vind, voilà. Kan je gewoon uit het palet nemen of we hebben die ook los. Gewoon zeker hier tegen die wenkbrauw aan. Op het bewegend oog zit daar misschien nog niet, want daar wil je het glanzende gaan doen. Dus doe maar gewoon voor de rest. Voilà. En dan ga ik terug mijn Corail nemen, wat ik net zei. Op mijn platte kwast. En ik ga deze aanbrengen, kijk eens, hier op die oogbol. En dan kan je het ook een beetje gaan vervagen. Het is heel gemakkelijk. Een hele simpele look en toch een hele gezonde look. Ik vind dit ook een ideale look als je 's avonds zegt, want ik moet nog weg. Of je hebt een barbecue of een zomerlook. Kan ook precies. Hè? Dus echt wel een gemakkelijke
look die iedereen staat. Je moet dat niet met de koraal doen, hè? Je kan het perfect met een lichte kleur ook schaduw doen, maar ik zou hem dan wel altijd glanzend nemen en licht. Wat ik dan persoonlijk mooi vind, is een eyeliner daarbij, omdat ik wil toch wel wat meer pit in de ogen, dus ik ga dat wel eens eventjes doen. Dan moet je allemaal niet te veel tijd insteken. Doe dat maar gewoon naar gelang je dat zelf wil. Als je zelf meer een type bent voor oogschaduw, met een potloodlijntje moet je dat doen. En anders, ik hou wel eens van wat eyeliner. En dan doe ik een beetje eyeliner. Ik doe dan wat mascara nog onderaan. Als ik hem weer vind. Voilà, hier is hem. En dat vind ik soms al genoeg bij zo'n glowing huidje. Wenkbrauwtjes niet vergeten. Moet ook weer niet te fel zijn. Ik was aan het kijken of ik wel de juiste kleur had. Hè? Ik ga nu verblonden omdat ik het niet te donker wil. Ik vind persoonlijk ook bij een glowing skin moet je ook niet te donker gaan van oogkleuren. Ik vind donkere oogkleuren iets mooier bij een mattere huid. En bij een glowing skin vind ik zo de lichte kleurtjes iets beter passen. De allerlaatste, de voorlaatste, ik het misschien best zo zeggen. De voorlaatste stap is nu met je glowing poeder. Dus die fixing poeder die ik onder de ogen heb gebruikt, helemaal over de huid gaan. Met de poederkwast. Om het geheel te fixeren en om een extra glowing effect te krijgen. Ook hier onderin, want dan zo poeder je eigenlijk de rest weg van wat je er straks met de spons hebt gezet. En dan kun je zeggen, goh, ik wil het toch een beetje verder, de blush. En dan kun je hem nog een klein beetje, bijvoorbeeld de bronzer wat ik er straks gezet heb, aanzetten. Dan kun je zelf een beetje kiezen hoe je dat doet. Dat is allemaal goesting en smaak. Hè? Nu, wat hoort hier nog bij? Lipgloss om te eindigen. Dit is de kleur Bonbon. Kan je combineren ook weer met de koraal. De blush van daarnet. Ik ben een beetje met mijn vinger hier in het gaan. Dan krijg je die kleur ook weer heel mooi terug. Voilà, haren goed leggen. En klaar is Kees.